In deze aflevering van De Wereld van de Marechaussee heeft deze reiziger wel heel veel geld bij zich. En kan je vragen, als hij florine heeft opgenomen, hoe heeft hij gewisseld naar dollars? Wordt er een observatieactie gestart tijdens een treincontrole in zaken mogelijke mensensmokkel? Hij is langs die tentjes af, helemaal rechtdoor, andere kant van de weg inmiddels. En is er twijfel over het reisdoel van deze jonge Colombiaanse dame die naar Praag wil? Je hebt me nou verteld wat voor werk wat je doet en wat je studeert, maar... En wat je gaat doen in Praag, maar je kunt me helemaal niks aantonen. Dus hoe moet ik nou geloven dat jij de waarheid tegen mij spreekt? De Koninklijke Marechaussee is een gendarmeriekorps, wat inhoudt een politieorganisatie met militaire status. De Marechaussee, afgekort ook wel de KMAR genoemd, waakt over de veiligheid van onze staat. In Nederland en ver daarbuiten. Hi, we're with the Royal Dutch Marechaussee and the Coast Guard. Can we see your papers and your passport? In deze serie zien we dat de KMAR grenspolitietaken uitvoert, maar ook bewaakt en beveiligt in zowel Nederland als op andere plaatsen in de wereld. Maar wat houdt dat in? Dat laten we zien in De Wereld van de Marechaussee. Al jaren is de Koninklijke Marechaussee actief op het Caribische eiland Aruba. Het eiland hoort bij het Nederlandse Koninkrijk en trekt jaarlijks ruim 1 miljoen toeristen. Naast de militaire politietaak op marinierskazerne Savaneta is de Marechaussee sinds 1,5 jaar ook actief als ondersteuning voor de veiligheidsdiensten op het eiland. Op luchthaven Reina Beatrix vindt vandaag een geldcontrole plaats van passagiers die vertrekken vanaf Aruba. Cashgeld mag mee, maar daar zitten wel regels aan vast. Nou, de grens voor het melden van geld ligt op $11.000. 20.000 florine is dat hier omgerekend. Maar dat wil niet zeggen dat als jij minder bij je hebt, dat je dat niet hoeft te melden. Want je moet aan kunnen tonen hoe je aan het geld komt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Een speciaal getrainde geldhond snuffelt de bagage af en merkt cashgeld direct op. Deze meneer moest nog gecontroleerd worden door de viervoerder, maar geeft direct al aan geld bij zich te hebben. Hij wordt gelijk apart genomen. De security die vroeg aan die man of hij ook geld bij zich had. En dat, hij gaf dat zelf aan van ja, ik heb geld bij me. En hij gaf op dat moment aan dat hij $8.000 bij zich had. Kan je vragen hoeveel geld hij bij zich heeft? Quanto plaga meneer Tingolin? Quanto dinero tiene? Anything, mucho meer, dollar. $8.000. En florine? $2.000. 2000 florin. 1900. Oké, en dat is alle geld wat hij bij zich heeft. Meer niet. De toeren plakken op het inkoopbo, op het inmaas. Nee, met inmaas. 100. $1900. Nou ja, we gaan eerst eigenlijk vragen, aan hem vragen hoeveel geld heb je bij je. En dan kan hij zelf aangeven, ik heb dat bedrag. Oké, en dan vragen we, hoe kom je eraan? Hoe heb je het opgenomen? Kan je dat aantonen? Heb jij bankafschriften of een opnamebewijs? Heb je geld gewisseld? Kan ook nog bij een kantoor of iets dergelijks. Dus we gaan eigenlijk proberen een beetje meer informatie te verzamelen om te kijken, hebben wij een indicatie dat dit misschien wel mogelijk geld is wat niet te herleiden valt? En of is dit gewoon rechtmatig verkregen en dit is gewoon kant-en-klaar bewijs dat hij gewoon dit opgenomen heeft of iets dergelijks. En hoe komt hij aan het geld, zoveel geld? Hoe je aan het aan de plakken? Hoe je plakken, in het bankbord. De plakken dat het in het bankbord, dat is in het bank. En heeft hij het opgenomen? Alsjeblieft. Ik deel het aan mij. Okay. Nou, had 2 opnames van een bank bij zich. Eentje van 10.000 florin, eentje van 6.000 florin. De 10.000 florin had zijn partner opgenomen, zei hij. Oké, wel Gouden Holland, hè, jongens? De man heeft bonnetjes van geldopnames bij zich. Zijn dat opnames? Ja. Van hoeveel ongeveer? 10.000, 6.000. Dollar of AWG? Florin. En een datum? Ja, januari. 3 januari. Beide. Is dat hier in CMB? Clemon wil eerst graag weten hoe hij aan het geld komt. Wat voor werk doet hij? Laten we daarmee beginnen. Hier trabalho wat daar zien. Construction. Maar hij woont hier in Aruba? Ja. En welk bedrijf? Compagnie. Ahora mismo no estoy trabajando. O sea, hago. Nee, werkt hij niet. Wauw, dus hij werkt nu niet.
Hoeveel verdient hij ongeveer per maand? Hoeveel dagen per luna? Per luna? Sí. 150. Per dag, dagelijks, ongeveer 150. Gulden. En wat gaat hij met het geld doen in San Domingo? Hij wil een terrein daar zoeken. En heeft hij daar papieren voor van dat hij dat gaat kopen? Wat denk je dat hij een terrein gaat doen? Llamando a la persona, sí. Hij kan met de persoon afbellen. Die dat Oké. Okay. Hij zei, ja, ik heb vroeger in de constructie gezeten en dat heb ik gespaard. En hij nam het geld mee naar San Domingo om een huis te kopen, zegt hij daar, of een huis aan te schaffen. Straks blijkt er nog meer geld aanwezig te zijn. Kan meneer de twijfel wegnemen? Hij kan geen payslip overhandigen. Hij laat wel twee opnames zien van eentje van 6.000 florin. En 10.000 florin? En kan je vragen, als hij florin heeft opgenomen, hoe heeft hij gewisseld naar dollars? Door naar Breda, waar de marechaussee vandaag een treincontrole houdt op het traject Antwerpen-Breda. Vanuit België komen reizigers via het spoor ons land in. En dus moeten ze in het bezit zijn van een reisdocument. De focus ligt vandaag op mensensmokkel, want de trein is een veelgebruikt vervoersmiddel door personen die illegaal in Europa verblijven. Ja, het doel van deze actie is echt om mensensmokkel te onderkennen. En een van de belangrijkste kenmerken van mensensmokkel is grensoverschrijding. Dus wij controleren echt op het inreizende verkeer vanuit België, wat Nederland inreist. Naast de controle door geuniformeerde marechaussees vindt er ook een schaduwactie plaats met collega's in burger. Personen zonder reisdocument kunnen worden afgehandeld door de mannen en vrouwen in uniform. Maar mocht er een vermoeden zijn van mensensmokkel, dan starten de collega's in burger direct een observatieactie. Neem geen onnodige risico's. Geen hands-free-functie gebruiken in de auto, want buiten kunnen ze meeluisteren. Ja, de opvallende collega's die doen de staande houding, dus die controleren gewoon de trein zoals wij dat normalerwijs ook doen. Alleen in plaats van de meneer mee te nemen naar het beraden om onderzoek te doen, hebben we gezegd van dan laten we hem zitten en laten we hem zijn weg vervolgen. Zodat wij de observatie op kunnen pakken en kunnen gaan kijken van nou, waar gaat die meneer nou daadwerkelijk naartoe. In de hoop om zo een mensensmokkelorganisatie in kaart te brengen. Een aantal weken geleden ook actie gedraaid, uiteindelijk een Afghaanse meneer gecontroleerd en die gaf aan Amsterdam te willen. Uiteindelijk is hij op Rotterdam uitgestapt en opgehaald. En naar een meterstation vijf sluizen gebracht. En daar is je uiteindelijk telefonisch wou ze hem begeleiden om daar een vrachtwagen in te klimmen. Dus dat is best wel een bekende route. Uit onderzoek is ook gebleken dat de verdachte die wij toen hebben aangehouden bij de AVM al meerdere malen als verdachte naar voren is gekomen bij verschillende casussen. Dus daar loopt al onderzoek op. Dus hebben wij in de trein met een Afghaanse of met de Koerdische nationaliteit. Hou er even rekening mee dat dat wel de nationaliteiten zijn die door die organisatie gesmokkeld worden. Met enige regelmaat. En die zitten vaak wel op de trein van 4:30, 5:30. Omdat daar kunnen ze de boot halen naar Engeland. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er heel veel irreguliere immigratie plaatsvindt. En om daar zicht op te krijgen in welke routes ze afleggen en wat het doel is waar ze naartoe willen. We hebben besloten om ze te gaan volgen. En omdat de beste manier om dat te doen is onopvallend, dus een burger. De trein uit Antwerpen nadert Breda Centraal Station. En dus kan de hele operatie van start gaan. Ja. In eerste aanleg zag het er naar uit dat we niet heel veel kansen hadden op deze trein. Totdat we uiteindelijk het laatste gedeelte, het tussenliggende ruimte tussen de twee coupés, toch een jongeman zagen zitten. Hey, goedendag, Matje C. Ik heb van een paspoort en een tijdskaartje bij je. Border, please. You have a passport or identity card with you? So what's your destination? Where are you going to? Rotterdam. To Rotterdam. Okay. And why are you going to Rotterdam? Family. Family? Okay, but you don't have any passport or something with you? No passaporte? You speak French or English? Amharic. Sorry? Ethiopian, Amharic. Ethiopia, okay. So you speak French? No French. English? Link a bit English? No asiel, Hollande? Hollande demanded the asiel? Hollande. Yeah? For asiel, asiel. For protection. You come to Netherlands to live, to stay there? Yeah. So, but you don't have papers, no passport or nothing? Huh?
Ik denk dat dit wel iets gaat zijn. Ja. Dus, kan jij me even voor mij doormelden, ja? Zeg maar Rotterdam? Nou ja, uiteindelijk blijkt heel snel dat er al een taalbarrière is. Al heel snel blijkt dat er geen documenten zijn. Nou ja, en dan wordt het voor ons natuurlijk wel interessant op dit moment. Want ja, dan is de vraag voor ons, waar gaat deze persoon naartoe in Nederland? En gaat hij dat zelfstandig doen? Of wordt hij geholpen door iemand? En ja, dan starten wij eigenlijk de observatie op deze persoon. So no papers, no documents? Nothing? Oké. So you came from Belgium to Holland? From Belgique to Holland? Yes or no? To Holland. Oké. Okay. Ja, kijk, het is mensen smokkelen mensenhandel. Het is maar net natuurlijk de vraag waar hij uiteindelijk terechtkomt en wat er met hem gebeurt. We zijn inderdaad op zoek naar de mensensmokkel. Nou ja, en dan is het met name natuurlijk van waar in het traject wordt hij nog geholpen door iemand? Is er nog iemand die hem afhaalt, opwacht, iemand die hem onderdak gaat aanbieden? Of meldt deze jongeman zich wel bij de eerste beste politieinstantie en vraagt hij daar asiel aan? Ja, zet hem maar door, dan gaan we gewoon de actie draaien. Ja. Oké, okay, you go to Rotterdam? Oké, okay, stay, hè? Oké, okay, sit, oké. Okay. De jongeman voldoet aan alle omstandigheden die mensensmokkel vermoeden. En dus wordt de observatie in gang gezet. Juri blijft in de trein en andere collega's in Burger stappen ook in. Je wil natuurlijk gewoon weten van, hey, ben jij nou nog steeds in contact met iemand? Word je er iemand opgehaald? Wat is jouw verhaal? Vanaf de brigade wordt er ter ondersteuning met burgerauto's ook koers gezet richting Rotterdam. Een andere auto gaat richting onze hoofdstad, mocht de jongeman toch blijven zitten tot het eindpunt Amsterdam CS. Straks wordt er op Schiphol erg getwijfeld aan het reisdoel van deze 19-jarige dame uit Colombia. Dus als ik het goed begrijp, heb je geen idee wat je gaat doen in Praag? No. La conozco solo en fotos. Nee, ze heeft alleen foto's gezien en ze heeft dingen gehoord die haar vriendin haar heeft verteld. Maar ze kent de namen niet. Mag zij doorreizen richting Praag? Maar nu eerst terug naar Aruba, waar een geldcontrole aan de gang is op luchthaven Reina Beatrix. Om illegale handel te voorkomen zijn er strenge regels als het gaat om reizen met cashgeld. Te allen tijden moet je kunnen verantwoorden hoe je aan je geld komt. En boven de $11.000 ben je zelfs verplicht dat aan te geven voordat je gaat reizen. Deze man is tijdens de controle tegen de lamp gelopen. Hij heeft veel dollars en Arubaanse florins bij zich. Laten we even kijken in zijn portemonnee hoeveel erbij zit. Naast het geld uit zijn handbagage, nu nog meer geld uit zijn portemonnee. Hoe komt hij aan zoveel geld? Is het door werken? Kom bij hier aan de plannen. Tra of kom? Nou, trabajo. Mi hija trabaja. Sí? La cuenta con nombre de la hija. Kan hij... Zij van hem en zijn dochter. Kan hij laten zien een salarisstrook of zo? Of een payslip of algo. Die cuando wat te cobra? Paluna? Nou, no tengo. Ella sí tiene. Zijn dochter wel, maar hij niet. Maar is dit geld van zijn dochter of is het geld van hem? De plakken die ging, die boven of die boven. Plakken daar, de mi doyu. Aha. De mi mujer. Aha. Die is también de mi. Van hem, zijn vrouw en zijn twee dochters. De man heeft geen baan en enkel geldopnamebonnen van Arubaanse florins. Maar hoe komt hij dan aan al die dollars? De uitleg blijft vaag en bewijs ontbreekt. Tevens is het totaalbedrag, inclusief de Arubaanse florins, boven de $11.000. Dus had hij het geld vooraf moeten opgeven. Wat denk jij? Geloofwaardig of niet geloofwaardig? Eerst, maar niet helemaal. Nee, want hij zei eerst $8.000. Ja. We hebben nu $11.415, dus sowieso boven de grens. Dan gaan we sowieso de officier bellen voor dat hij waarschijnlijk een boete gaat krijgen, dat hij niet heeft gemeld. En ik ga het verhaal even uitleggen wat zij ervan denkt, want hij kan geen payslip overhandigen. Hij laat wel twee opnames zien van eentje van 6.000 florin en 10.000 florin. En kan je vragen, als hij florin heeft opgenomen, hoe heeft hij gewisseld naar dollars? Hoe bollen dat florin? Kom, wat kan je naar dollars? Bueno, gente en la calle, uno lo cambia. Straat. O sea, en la bomba de gasolina. Daar heeft hij gewisseld. Ja. In het casino también uno va y lo cambia. In het casino ook? Sí. Heeft hij daar een papiertje dan? Dan krijg je toch een... Oh, nee, of niet? Wel. Nee. Oh. Hij had het toen omgewisseld naar dollars bij benzinepompen, casino's. En ja, we hadden zoiets van, nou, waarom neem je dan of niet gelijk US dollars op? Maar dat, kennelijk kan dat niet bij elke bank hier. Dus ik vind het een beetje een vaar verhaal. Ik ga even bellen. Maar hij woont in Aruba, hè? Wat heb je wel gedaan, hoor? Sí. Oké.
soms is het ook eigenlijk wel normaal hier. Omdat mensen of geld wisselen bij op straat of bij de benzinepompen. Want ja, dan hebben ze een betere koers dan dat je bij de bank gaat natuurlijk. Bon dia, spreek met Clemens. Marge zei op de airport, grenspolitie. We hebben een passagier uit een Dominicaanse Republiek. Die woont hier in Paruba en die gaat nu naar San Domingo. En hij heeft een bedrag aan geld bij zich. Aan dollars heeft hij, even kijken hoor, $10,304 en florin 2021. Dus omgerekend totaal in dollars is het $11,425. En hij zegt dat hij die florins heeft omgewisseld bij gasstation, casino, naar dollars en dergelijke. Hij, voor de rest heeft hij geen bewijs dat hij hier kan aantonen of iets dergelijks. Maar hij zit ook sowieso boven de meldplicht. Dus ik wilde eigenlijk even overleggen met u wat is het beste in deze om te doen. Ik neem dan contact met het Openbaar Ministerie, met de dienstdoende piketofficier. Ik leg mijn verhaal uit, mijn bevindingen. Dat wij eigenlijk niet helemaal terug kunnen herleiden waar het geld vandaan komt. En zij adviseerde ons hierin dat het geld totaal in beslag te nemen. Dat dragen wij dan over aan dat team wat gespecialiseerd is in geldzaken. En dan kan meneer in principe verder reizen, omdat hij woonachtig was op Aruba. En bij terugkomst kan hij eventueel documenten gaan verzamelen om aan te kunnen tonen hoe hij wel aan het geld kwam. Hij zal sowieso een boete krijgen omdat hij het geld niet heeft aangegeven bij de douane. Dat had hij voordat hij vertrok moeten doen. Ja, je mag zeggen tegen hem dat hij een boete krijgt omdat hij het niet heeft gemeld van $2,800. Oké, door gewoon a declarar in plaka. En fiscale mensen komen door een boete van $200. Je hebt het bij je. Het gaat om het totale bedrag aan geld. Jean-Marc, kan je even bellen naar gate 2 om te zeggen dat ze, deze man die komt eraan. Binnen nu en 5 minuten zal hij er zijn. Wat is zijn naam? Gate 2? Gate 2, hij gaat naar de San Domingo. Oké. De man schrikt van de boete en wil op de politiepost van de luchthaven de zaak afhandelen in de hoop dat de kansen nog gaan keren. Alles wordt nogmaals nageteld. De opties zijn of hij doet afstand van het geld en dan krijgt hij het geld gewoon niet terug. Of hij kan aantonen met documenten dat hij het geld rechtmatig heeft verkregen. Hij zal sowieso een boete krijgen, want hij had het geld moeten melden bij de douane. En de douane zit hier in de aankomsthal. Dan had hij dat moeten aangeven, joh, ik ga reizen met meer dan $11,000. En dan hadden zij daar een registratie van gemaakt. Dat hebben zij in dit geval heeft hij dat niet gedaan. Dus hij zal sowieso een boete krijgen. De man komt niet met verder bewijs op de proppen. En dus wordt de zaak hier verder afgerond. Oké. Deze is voor hem, dat we het geld in beslag hebben genomen. Je kent het, ken je het politiebureau bij Wajaka? Daar kan hij zich melden. Dat is het recherchebureau die alle geldzaken afhandelt. En dan met bewijs dat hij hoe hij aan het geld is gekomen. Maar in deze wilde de meneer ook niet meer reizen. Die zei van, nou oké, als jullie mijn geld in beslag nemen, dan ga ik ook niet meer reizen. En is hij te voet Aruba ingegaan. De man mag nog met bewijs richting de marechaussee komen om aan te tonen hoe hij aan het geld komt. En anders is hij het definitief kwijt. Terug naar de treincontrole die begon in Breda. Marechaussee-medewerkers troffen een jonge man aan uit Ethiopië zonder documenten, geld of bagage. So no papers, no documents, nothing. Okay. De man had daarvoor meegenomen kunnen worden. Maar omdat er vermoedens zijn van mensensmokkel, mag hij zijn reis vervolgen. Collega's en burger gaan de man nu observeren om te kijken waar hij naartoe gaat. Om zo een mogelijk mensensmokkelnetwerk op het spoor te komen. Hij zegt naar Rotterdam te gaan. Naast de gestarte observatie in de trein zijn er ook collega's onderweg naar Rotterdam met de auto. Nou ja, dan is het met name natuurlijk van waar in het traject wordt hij nog geholpen door iemand? Is er nog iemand die hem afhaalt, opwacht, iemand die hem onderdak gaat aanbieden? Na een half uurtje arriveert de trein op Rotterdam CS. De jonge man in groene broek en blauwe jas stapt inderdaad uit. Wat gaat hij nu doen? Jury blijft even op afstand. Maar een collega en burger zit er voor nu bovenop.
De jongen loopt slechts enkele meters voor hem. De Ethiopische jongen verlaat het station vooralsnog niet en dwaalt rond. Pakt hij een volgende trein of wacht hij op iemand? Hij kijkt veel op zijn mobiel, valt op. Op dat moment zie je eigenlijk al dat het doel niet echt duidelijk is. En normaliter zou je zeggen, wanneer je opgehaald wordt of iemand wacht op jou op station Rotterdam in dit geval, ja, dat jij van tevoren je instructies gehad hebt waar je naartoe gaat. Dan loopt hij het perron op richting een trein die naar Utrecht gaat. Maar na een paar minuten is hij alweer beneden. In deze winkel loopt hij even binnen, wellicht om zijn mobiel op te laden. Aangezien hij zich niet verstaanbaar kan maken, druipt hij al vrij snel weer af. De jongen loopt weer de stationshal in. Dus wat je dan eigenlijk ziet is dat iemand een beetje doelloos aan het rondlopen is. Op dat moment was hij nog wel druk op zijn telefoon bezig. Dus we hoopten eigenlijk wel van, dat hij met iets of iemand in Nederland in ieder geval contact heeft. En dat hij mogelijk nog afgehaald gaat worden. Nou ja, uiteindelijk dat duurt en dat duurt en dat duurt. Totdat hij op een gegeven moment toch besluit op enig moment om het station te verlaten. Dan verlaat de jongen het station en loopt het centrum in. Daar loopt de jonge man. Twee observanten lopen in burger mee op. Ook een burgervoertuig van de marechaussee is in de buurt om alles in de gaten te houden. En die kan achtervolgen mocht de jongen worden opgepikt. Wat je dan krijgt is natuurlijk dat hij gaat de stad in. Nou, dan probeer hem zo goed mogelijk te volgen. Hij is langs die tentjes af. Helemaal rechtdoor. Andere kant van de weg inmiddels. Oké. Maar wel rechtdoor. Iedereen rondom de jongen heeft nauw contact met elkaar. En de jongen loopt maar en loopt maar. Ja. Wel lekker opvallende kleding aan. Ja, en dan lopen we heel lang rondjes. En op een gegeven moment kom je op een bepaald punt dat je toch naar iets toe wil gaan werken. Waar zijn jullie? Wij staan langs de trambaan, ook op die weg. Oké. Ja, die collega's zitten ook nog achter hem, zie ik hier lopen. Zie. Zoekt hij contact met iemand? Dat is de grote vraag. Je zou zeggen dat hij dan inmiddels toch wel contact moet hebben gemaakt. Kijk je nou de hele tijd om of niet? Nee, ik kijk naar links. Dus het zit er ook uit dat ik over een beweging ga wachten. Ja, dan krijg je op een gegeven moment dat je op een doodspoor komt te zitten. En dan moet je uiteindelijk wel zeggen van oké, we breken hem nu af. We gaan deze jongeman wederom staande houden. En we gaan hem ophouden voor de vreemdelingenwet. Straks, naast wie gaat de jongen ineens zitten? Krijgt deze zaak toch nog een wending? Door naar Schiphol, waar het een komen en gaan is van tienduizenden passagiers per dag die allemaal gecontroleerd moeten worden. Heeft iedereen een geldig document, een legitiem reisdoel en voldoende geld voor tijdens hun verblijf? Die vragen wil de marechaussee graag beantwoord hebben. Where are you going to, sir? Norway. What's the purpose of your visit there? Work. What kind of work you do, sir? Engineer. And how many days are you going to stay in Europe in total? 1 week. 1 week. Thank you, sir. Have a good day. Safe flight. Voor de post van de marechaussee zit een 19-jarige dame uit Colombia. De zogeheten doel, duur en middelenvragen die gesteld zijn bij de balie kan zij niet naar behoren beantwoorden. Wachtmeester Fardo gaat de dame aan de tand voelen middels een tweede lijnscontrole. Deze dame is bij ons eruit gehaald, uit de lijn gehaald. Ze had vakantie in Praag, maar ze weet helemaal niet wat ze daar gaat bezoeken en waar ze gaat verblijven. Dus ze hebben dan wel wat extra vragen over. Met een Spaanse tolk via de telefoon kan het gesprek beginnen. Reis je alleen? Tu viajas sola? Sí. Ze zou met een vriendinnetje vliegen, maar de vriendin is eerder afgereisd. Die is eerder afgereisd? Ja, die is er al eerder, ja. En ze had een paar dingen nog op te lossen thuis, wat probleempjes. En daarom was haar, vertrek vertraagd. Oké. En is het de bedoeling dat jullie samen gaan reizen in Praag? La idea es que ustedes juntas van a viajar por Praga. Así es. Ja, dat klopt. De dingen die ik aan haar vraag is eigenlijk een heel open vraag van wat kom je doen? En daarvanuit gaan we verder kijken. En dan vertelt zij mij voor toerisme in dit geval. En dan wil ik weten wat kom je dan doen voor toerisme? En wat ga je bekijken en met wie? En waar ga je verblijven en voor hoe lang? Nou, dan komt er vanzelf een gesprek uit.
Jullie gaan samen naar Praag voor toerisme. Wat gaan jullie daar doen? Omdat zij al gegaan is en zij regelt waar ze naartoe gaan. Oké, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Eso no es lo que le, no es la pregunta que te hizo. Te pregunta qué lugares vas a ir a visitar. Ah, qué lugares. No te vraag niet begrepen. La verdad no sé, pues ella me dijo que me iba a enseñar varios lugares. La verdad no sé, no sé el nombre. No sé cómo. Dus als ik het goed begrijp, heb je geen idee wat je gaat doen in Praag. Entonces, si te entiende bien, no tienes ni idea lo que vas a ir a visitar en Praga. Sí, no. Lo conozco solo en fotos y videos que me ha mostrado ella y cosas que me ha contado ella y así. Nee, ze heeft alleen foto's gezien en ze heeft dingen gehoord die haar vriendin haar heeft verteld. Maar ze kent de namen niet, ze kan ze niet uitleggen, maar ze heeft wel foto's gezien. Wat vooral opvalt is dat zij alleen vertelt dat ze voor toerisme naar Europa komt. Maar verder helemaal niet weet wat ze gaat doen. Dat valt sowieso op, want als jij helemaal uit Colombia komt reizen naar Europa, dan heb je wel enige voorbereiding gedaan als het goed is. Maar deze dame niet. Wie heeft dit geboekt? ¿Quién hizo la reserva del hotel? Ella. Zij. De vriendin, bedoelde. Waar woont zij? ¿Dónde vive tu amiga? En Colombia. En Colombia. Waarom is deze reservering in het Duits? ¿Por qué la reserva está hecha en alemán? La verdad no sé. Ella hizo la reserva. ¿De deze is esta reservering gewoon gedaan? Hoeveel geld heb je bij je? Ze heeft alleen maar Colombiaans geld op de rekening en alle contante geld heeft haar vriendin al meegenomen en dat heeft ze bij zich. Dus u heeft geen contant geld bij zich? En tú no tienes dinero en efectivo contigo. Conmigo no. Nee, niet bij me. Ze heeft aan haar vriendin 12 miljoen pesos meegegeven. Ze heeft dus al haar geld meegegeven aan haar vriendin, zegt ze. Dat is opmerkelijk. Ik heb het net omgerekend en 12 miljoen Colombiaanse peso is 2792 euro en 16 cent. Dat is wel veel geld, toch? Es mucho dinero. Ze vindt het con lo de la belleza. Ze verdient veel geld met haar werk. Y me da para eso. En daarom had ze dat geld om te kunnen reizen. Wat voor werk doet u? Ze doet alles wat te maken heeft met haar en verzorging en huid. Hoeveel geld verdient u per maand? ¿Cuánto dinero ganas por mes? Por mes, más o menos 2 millones. 2 miljoen pesos. De dame zegt dus werk te hebben, maar kan geen contract, loonstrook of wat dan ook tonen om dat te bevestigen. Je hebt me nou verteld wat voor werk wat je doet en wat je studeert, maar en wat je gaat doen in Praag. Maar je kunt me helemaal niks aantonen. Dus hoe moet ik nou geloven dat jij de waarheid tegen mij spreekt? Helemaal zin. Ze weet het niet. Het allerbelangrijkste is dat haar doel niet duidelijk is hier in Europa. Dat zij de duur eigenlijk niet kan aantonen. En de middelen helemaal niet aanwezig zijn. Is alles wat jij me nu verteld hebt de waarheid? Completamente, la verdad. Zeker weten? ¿Estás muy segura? Segura. Oké. Ik moet zo overleggen met mijn leidinggevende over wat we hiermee gaan doen. Maar ik wil je wel vast vertellen dat wat jij mij verteld hebt, niet genoeg is om binnen te komen in Europa. Over het algemeen zien we dan toch vaak dat ze hier illegaliteit in gaan. Of toch helaas ergens de prostitutie in verdwijnen. Mij vertelt ze dat niet, maar dat gevoel hebben we heel zeker wel dat dat gaat gebeuren. Wait here, oké? Okay? Straks mag de Colombiaanse dame Europa in. Ze kan me niks vertellen. Ze heeft geen geld bij zich. Ze reist met een vriendin, maar die vriendin is al de 24e vertrokken. Maar daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Maar eerst terug naar de observatieactie die startte in de trein afkomstig uit Antwerpen en stopte in Breda. In de trein zat een jonge man zonder reisdocument, bagage of geld. So no papers, no documents, nothing. De man kon zich ook niet verstaanbaar maken.
Gezien al deze omstandigheden is er een vermoeden van mensensmokkel. En dus is er een observatieteam van de marechaussee undercover mee gaan reizen met de man, met als doel om zo een mensensmokkelnetwerk op het spoor te komen. Is het met name natuurlijk van waar in het traject wordt hij nog geholpen door iemand? Is er nog iemand die hem afhaalt, opwacht, iemand die hem onderdak gaat aanbieden? De jonge man stapte inderdaad uit op Rotterdam Centraal. Marechaussees in burger houden hem in de gaten. Na een tijdje rondhangen op het station ging hij het centrum van de stad in. Hij loopt en loopt, maar enig contact met anderen is er niet. Ja, ik ben naar links, dus het gaat eruit over een legerwacht. Ja, dan krijg je op een gegeven moment dat je op een doodspoor komt te zitten. En dan moet je uiteindelijk wel zeggen van oké, we breken hem nu af. We gaan deze jongeman wederom staande houden en we gaan hem ophouden voor de vreemdelingenwet. Maar dan neemt de jongen plaats naast een andere man die in gesprek is met de politie. Dat wil niet zeggen dat diegene dan gelijk behulpzaam is in de mensensmokkel. Hè? Maar dat het kan natuurlijk ook iemand zijn die wel dezelfde taal spreekt als hem. En dat hij misschien wel op zoek is naar een stukje routebeschrijving of een bepaalde locatie waar hij naartoe moet. Al snel blijkt de andere man door de politie aangesproken te zijn op zijn alcoholgebruik, wat daar verboden is. Wanneer hij zijn blikje weggooit, loopt hij door en blijft de jongen alleen achter. En al snel gaat ook hij weer lopen. De jongen loopt nu al uren door de stad en lijkt van niemand hulp te gaan krijgen. De observatie wordt beëindigd. Aanhouding. Geprobeerd wordt wat eerste informatie van de jongen te krijgen. Waar ben je? Ja, ik de jongen geeft aan 16 jaar te zijn. Waar hier? Waar? Asylum. Kijk, en dan biedt ons ook nog steeds mogelijkheden. In die zin, we brengen hem over naar onze brigade. Kijk, en dan houdt ons onderzoek natuurlijk niet op. Want wellicht wil de jongen toch wat kwijt over zijn reis. Daarnaast heeft hij nog een mobiel met mogelijke informatie. Dit waren zijn spullen. Nadat de jongen gefouilleerd is en de mobiel is veiliggesteld, volgt de terugreis naar de brigade in Breda. We gaan hem daar gewoon zuilen. Zodra hij gezuild is, gaan we even kijken welke taal ik precies spreek. En dan gaan we met een tolk even aan de gang kijken wat hij komt doen. Hij is minderjarig, maar dan moet even uit verhoor blijken wat oud is. Enerzijds starten we het onderzoek naar zijn identiteit. Van, nou, wie ben je? Hè, waar kom je vandaan? Wat is je nationaliteit? Wat wil je voornamelijk ook in Nederland? En het tweede wat je eigenlijk er langs af laat draaien, dat is natuurlijk de mensensmokkelverhaal. Nadat het team terug is op de brigade in Breda, wordt er gebeld met een tolk. Hey, graag overwege Marseille. Zou graag een tolk afvang Romo willen, als u het iets zegt. Ja, ik zie. Even kijken. En hoe lang is die nodig? Half uurtje, 30 minuten. Het is een achternaam is. Hoe oud is meneer dus? Amerika, Amerika. Goed, ja. Dat kan ik ook dat jaar gaan. Ik ben 16 jaar. 16? Ik ben 16 jaar, maar hij zegt dat hij 98 op het paspoort staat. Dat klopt het niet, denk ik. Nee, niet. Nou, er speelt nog wel wat meer. Hij is vermoedelijk minderjarig. Ja. Hij zou rond de 17,5 moeten zijn. En nou ja, dat is nu ook nog even de vraag. Dus dat wordt ook een... Daar moeten we natuurlijk ook onderzoek naar doen. De jongen verklaart 16 te zijn, maar geeft ook aan dat in zijn paspoort staat dat hij niet in zijn bezit heeft dat hij ouder is. En dat is vreemd. Na een kort verhoor wordt hij geregistreerd. Die worden uiteindelijk door het systeem automatisch in een Europees systeem opgezocht. Hè, van komt deze jongeman al ergens voor in Europa? Want ook dat zien we natuurlijk vaak. Dus dat ze al in een andere lidstaat asiel hebben aangevraagd bijvoorbeeld. Dan is dat lidstaat is dan verantwoordelijk voor haar of hem, of in dit geval hem. Wat we ongeveer hebben kunnen verifiëren, is dat hij dus vanuit Noord-Afrika, vermoedelijk Libië, richting Lampedusa gegaan is. Vanuit Lampedusa naar het vasteland van Italië. Uiteindelijk heeft hij daar transport gepakt richting Frankrijk. Nou, dat kunnen we ook wel weer vastleggen in die zin, omdat hij papieren bij heeft van Frankrijk. Hè. Dus de Franse autoriteiten heeft hem ook al gecontroleerd. En die hebben aangegeven, joh, wij willen dat jij Frankrijk verlaat. Nou ja, uiteindelijk komt hij natuurlijk hier. De jongeman zal nog verder verhoord worden. Omdat hij vermoedelijk minderjarig is, mag hij niet ingesloten worden.
Dus je gaat hem dadelijk alsnog apart horen, puur voor dit feit. Dan horen we hem eigenlijk als getuige, dus als getuige in de mensensmokkel horen we hem dan. Het is haast ondenkbaar dat je dat helemaal zelfstandig doet. Dus ja, ongetwijfeld zal hij ergens geholpen zijn op het traject. Het is alleen jammer voor ons, deze actie, dat we het niet hebben kunnen waarnemen dat hij geholpen is op Nederlands grondgebied. Nadat het onderzoek is afgerond, zal de jongen richting Ter Apel gaan om daar zijn asielprocedure af te wachten. De mobiel zal worden uitgelezen in de hoop meer informatie te vinden. Terug naar luchthaven Schiphol, waar deze 19-jarige dame uit Colombia gevraagd wordt naar meer tekst en uitleg over haar reis naar Praag. De standaardvragen over haar reisdoel, reisduur en middelen om haar verblijf te bekostigen kon ze niet naar behoren beantwoorden. Het allerbelangrijkste is dat haar doel niet duidelijk is hier in Europa. Dat zij de duur eigenlijk niet kan aantonen en de middelen helemaal niet aanwezig zijn. De dame kan wachtmeester Fardau dus allerminst overtuigen. Ze gaat overleggen met de postcommandant. Ik ga nog even het geld na. Ik bel even, die vriendin ook nog even hoe dat zit. En die vriendin ook. Nou ja, die vriendin, ze zegt ja, bel maar, die gaat alles beantwoorden. Misschien wordt daar in ieder geval iets van duidelijk. Maar toen dacht ik, misschien kan die Frontex-collega dan even bellen in het Spaans. Op de post werkt ook een Spaanse collega die nu beschikbaar is. Hij gaat bellen met de vooruitgereisde vriendin. ¿Conoce a una persona que está viajando? Alejandra, sí. Ok, ¿de qué se conocen usted y Alejandra? No conocemos la escuela. ¿En qué ciudad estudió usted el colegio, la escuela? Aún no recuerdo, creo que ya me ha dado tiempo. ¿Se ha olvidado del nombre del colegio donde estudiaron? Oye, nos hemos dado cuenta que Alejandra no tiene dinero con ella, entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a pagar sus cosas? ¿Cómo va? Es que, como le explico, porque es una amiga que, o sea, porque, como le explico, que viaja con tanto dinero, no da miedo eso. Entonces, yo me vine adelante y ella me envió el dinero. ¿Cómo se lo envió? Yo le puedo enviar por huésped. ¿Tiene justificante de ello? ¿Ah? ¿Tiene justificante? No, es que está publicando la boca. Ook de verklaringen van de vriendin zijn onduidelijk. De dame krijgt nog één kans om tekst en uitleg te geven. En dan met name over het geld. Te voy a decir, si llego a los 100.000 euros al año y me gasto 80.000 en un viaje, es que es muy, muy importante. Entonces quiero saber qué hace especial este viaje, porque me has dicho que tampoco tú no sabes ni lo que vas a ver. ¿Te van a llevar? Precisamente por eso. Porque en sí, el lugar que yo en persona quería era Amsterdam, acá. Ok. ¿Si has only that luggage? I don't know. ¿Tienes más equipaje o solo esto? Eso. ¿Tienes abrigo? ¿Tienes chaqueta? Ay, no. Si sí, yo supiera que me pasó. Venía en el Uber de mi, pues, como de casa al aeropuerto. Dejé mi chaqueta. No, no, está bien, sí. ¿Qué es la mía, chat? Sí, sí, we're telling me that she, in the Uber, going from her place to the airport in Colombia, she forget the jacket, the big, she has one, she told me about the big one, she lost. De la fan. 80% van haar jaarsalaris heeft ze uitgegeven voor deze reis naar Praag. Maar wat ze er gaat doen, weet ze niet. Al het geld voor het verblijf heeft haar vriendin meegenomen, maar een bewijs is daar niet van. Fardau besluit tot slot te bellen met het hotel waar ze een kamer zou hebben gereserveerd. Hallo. I can see a reservation of 2 adults, but nothing more. I can see a booking number, I can see anything. So I was wondering if you can help me. You don't have this reservation? All right. Well, that's the most important thing you can tell me. So then, that's all I needed to know. Thank you so much for your help and I wish you a good day. Ik heb het hotel gebeld en de reservering die zij mij laat zien, die bestaat niet. Tot slot belt Fardau met de hoofddoorlaatpost om al haar bevindingen te bespreken. Nou, ik heb hier een jonge dame van 19 jaar oud. Die is Colombiaanse. Ja. En zij komt hier naar Praag voor toerisme. Alle bevindingen worden puntsgewijs besproken. Geen geld, geen reisdoel. De reservering van het hotel bestaat niet. En ook het verhaal met de vriendin is uiterst twijfelachtig. Samen komen ze tot een beslissing. In dit geval ga ik een weigeren op ENG.
E-R-G. Is dat goed? Ja, daar ben ik heel blij mee. Want dit is voor haar eigen veiligheid beter dan zij terug gaat naar huis. Ja, is goed, ook dat. Alles riekt naar mogelijke mensenhandel. Met de vrees dat deze dame belandt in de illegale prostitutie. Er is besloten dat u de toegang tot Europa wordt geweigerd. Dus dat betekent dat u niet verder binnenkomt dan hier. En dan dat u vanaf hier weer terug gaat naar Colombia. Oké. Wat vindt u daarvan? En is niet valt niets te handelen met jou. Nee, we hebben 2 uur geprobeerd en daar kwam niks uit. Dus het houdt hier echt op. Wat vindt u hiervan? ¿Qué opinas de eso? No, pues hay que aceptarlo. Ah, dan moet je gewoon accepteren. Oké. Ik stel nog een aantal vragen aan haar om zeker te weten dat zij tot morgenochtend hier zelfstandig kan verblijven in de lounge. Dat ze alles bij zich heeft wat nodig is. Dat ze niet nog medicatie nodig heeft wat ze nu niet bij zich heeft. En dat ze niet hier in een eentje aan de lot wordt overgelaten. Bent u gezond? Gebruikt u medicatie? Consume medicamenten? No. Nee. Oké. Heeft u vragen aan mij nog? No. Nee. Dan wens ik u een hele fijne dag verder. Jullie ook, dankjewel. De jonge dame wordt nog geregistreerd. Vingerafdrukken en een foto worden er van haar genomen. Alle gegevens zullen worden bewaard, mocht ze ooit weer opduiken, ergens in Europa. Dit is een heel jong meisje, die voor mijn gevoel niet zo goed weet waar ze gaat belanden. Voor haar eigen veiligheid is het beter ook dat zij gewoon terug gaat naar huis. Want wat hier vervolgens gaat gebeuren... Ja, daar hebben we allemaal geen weet van. Het is vooral zelfbescherming. Het is beter dat zij weer terug gaan naar huis. Oké? Okay? De jonge dame zal op de eerste de beste vlucht richting Colombia worden teruggestuurd. Want in Praag heeft ze niks te zoeken. Tot de volgende keer.